Hallo, hallo, hier is Kingo. Met Jori, met wat zijn we nu hier gezellig vandaag? Met Tacket. Ja, Tackit, jongens, kom, we gaan even rennen naar buiten. Tacket. Kom Jori, we gaan naar buiten rennen zonder enige reden. Tackit, jongens, Tackit. Oké. Tackit. We spelen Oké. Tacket. Ja, we zijn weer terug. Was Eindelijk. Tacket ook alweer? Eindelijk. Wat was het ook alweer? Het had te maken met Minecraft, volgens mij, toch? Of ja, dat is een skeleton, Yuri. Dat is een mob hier in dit spel, Tackit. Ja? Oh, ja, ik voel het weer. Oké. Nou jongens, eerst eventjes heel snel zeggen sorry van zo lang geen Tackit meer. We waren veel te lang bezig met andere dingen. We hadden druk met school en Terraria-update was net uit. En dat had ongeveer 80% van al onze tijd in beslag genomen, Terraria. Yep. Maar dat is nu eindelijk een beetje uitgesust. Dus we zijn weer terug met Tackit. Tag het. Tackit, ja. Oké. Dus waar waren we gebleven? Oh ja. De rollback. Oh ja, maar dat hebben we al Nou. verteld. Ja, dat hadden we al verteld. En we hebben het een beetje eens opgelost, zoals we hadden gezegd. Ik heb een beetje spullen verzameld en gedaan. En het enige wat we dus nu moeten doen is zorgen dat we meerdere boeken hebben. Want als je even in deze kist kijkt, Yuri. Dus we gaan gewoon meteen verder met ages. Dus wat ik deze episode dus wil gaan doen, is gewoon enorm veel ages doen. En de volgende keer of zo, of met alle pages die we wat hebben, een age gaan maken of zo. Zoiets. Ik wil nu gewoon zoveel mogelijk pages verzamelen. We hebben trouwens al ages gemaakt, maar dat heeft niemand kunnen zien. Ja, we hadden inderdaad hier Ja, maar dan moet ages je op gemaakt mijn of kanaal zo. kijken. Yuri die heeft de episode die bij mij 12 minuten is bij Yuri 50 minuten. Nee, Dus. 39. Oh, nee, oké. Nee, in ieder geval filmen, veel langer. Ja. Want Yuri heeft veel meer content. Dus als je het echt wil zien wat er gebeurde, wat ik niet meer heb gefilmd. Kijk op Juris kanaal. Welke episode? Welk nummer was het, Jori? 46? Oké, zo. Ja, het zou goed kunnen. Oké, maar in ieder geval, het is de 47. En we gaan als allereerste slapen. Want het is weer donker. En ik moet even naar buiten voor iets. Dus. Naar buiten. Ja, want. Monster nearby. Of Daarvoor. course. Waar Nee, zijn die maar. nu? Oh, daar. Ik zag Ik ze moet al. even kijken waar mijn zwaard is. Waar is mijn zwaard heen? We hadden toch een zwaard. Ja, Jori, goed zo. Go, Jori, je kan het. Yes! Ik dacht niet dat er weer eentje op het dak staat. Staat er één op het dak? Niet daar kan zien. Ik heb het moeten afsluiten, want er viel een creeper naar beneden. Dus daarom dat hij een paar blokjes Er weg zijn. staat niks op het Maar. dak. Goddammit. I don't get it. Waar zijn... Oh, wat? Oh, hier om de hoek staan er een aantal. Nee, die stonden er net niet. Ja, alleen die creeper. Ja, misschien dat het altijd erbij was. Wacht even, ga je even daar kijken? Dan kijk ik even hieronder of je toevallig iets zet. Don't explode in my ass. Oké. Maar dat Zal wel hoorde je toch eentje. ook? Ik hoor ook niks, dus... Ja, inderdaad. Glitch. Oh ja, dat was Terraria, ja, glitch. Nu kan je erin, Yuri. Het was Ah, dus wel die oké. creeper. Nou, maar waarom ik dus naar buiten wil? We moeten meer van dat inkt maken. Ik kan er helemaal niet in. Oh, kom op. Wat de hel? Staat er weer eentje? Daar is water. Monsters nearby. Ja, nog een creeper. Helemaal daar? Heb je gekild? Ja, en een zombie. Ik hoor een Monster skeleton nearby. dichtbij, what the fuck? Waar is die dan? Ik kan je slapen. Ah, ik kan het nog steeds niet. Nee. Hey, kom proberen dan, ik kan er hier wel in. Ja, maar dit hier niet! Wat? Dit, huh? Moet hij dus aan die Wauw. kant zijn? Ja, fuck it, joh. Oh, Hier. nee, ik ga dood. Hier. Ik ga dood. Jori. Help. Kom terug. Help. Nee. Help. Nee, Jori. Help. Kom, Jori. Kom terug. Ik heb het bed even verplaatst. Hou het even tijdelijk op dit, hoor. Jezus. Dit is nou weer moeilijk. Zo. Nee. Hop. Wat is dit nou weer? Wat is er met dit bed? Serieus. Daarnet zat ik er allebei, hè? 2 seconden geleden zat ik er al. Als ik nu dood ga, dan span ik helemaal ergens anders. Dus. Ja, niet dood. Ik ga gewoon. Jori, zoek een shovel af en dan kost het ook mee. Want ik ga tot de bodem uitzoeken. Ik ga even afrekenen met die fucking skeleton. Verdomme, wat is dit nou weer? Nou jongens, leuk om terug te zijn bij Tackit. We kunnen niet slapen.
Oh, jezus. Kunnen we slapen? Nee. What the fuck? Pak de TNT, we gaan het zwaar gaan. Nee, maar waar de fuck zit die? Daar is er iets. Maar hoe kan dat nou zo ver zijn? Ja, dat is toch niet. Het was in ieder geval een skeleton waar we last van hadden. Oh, kut. Ah. Halve leven, halve leven. Jori. Hallo. Ik hoor er. Kunnen we slapen? Nee. Ik hoorde eentje doodgaan. What the fuck is dit voor bullshit? Ja, dat kan ik zijn. Oh. Oh. Shit. Hoor hem lopen. Fucker. Sorry jongens dat het zo lang duurt, maar ik wil gewoon... Ja, ik kan slapen. Snel, snel, snel. Ik kom terug. Wacht, wacht erbij, Jori. Wacht gewoon. Wacht even. Nou, dit was episode 47. Ja, je moet alleen maar op zoek naar een kutskeleton, zodat we niet kunnen gaan slapen. Yes! Oké. Okay. Ah, oh, jongens. Wauw, wat een begin, jongens. Sorry hiervoor. Maar... Oké, okay, nu is het eindelijk dag, dus... Godverdomme, ik kon nog wel de skeleton ooit een keer aanzoeken, maar... Wat ik dus wou doen is dit. Ik heb hier een stack bones gepakt, dus krijg je ook wel. Oké. Heb je boom, joh. Plonk het op het gras en we hebben bloemen nodig, dus zoek naar bloemen. Oh, random bloemen. Bloemen! Ja, dat is mooi. We hebben gewoon bloemen nodig, jongens. Gewoon bloemen zoeken. En dat bloemen moeten we straks om gaan zetten. Ah, hier, mooi. We moeten ze natuurlijk om gaan zetten in van die ink sacks. Ja, meer bloemen. Bloemen. Dus ja, dat gaat heel eventjes duren, jongens, maar... Die hebben we dus nodig voor inkt, waardoor we dus meerdere boeken kunnen maken en dus een shit ton of ages. En dat hebben we ook wel even op screen. Of om te screen, sorry. Oké, okay, maar goed. Even zien wat we voor de rest... Leuk, Jori, bloemetjes plukken. Bloemen! Blommen! Het enige wat ik zeg is bloemen. Blommen! Nou, het is geen creepers of skeletons. Ja, inderdaad. Door bloemen kan je niet doodgaan. Kijk, dit is best wel leuk. Ik vind het echt jammer dat de rozen weg zijn in Minecraft. Ja, en een nieuwe update, hè. Dat vind ik echt zo stom, hoor. Jongens, vinden jullie dat ook stom dat de rozen gaan weg? Dus de oude gouden rode bloemen die gaan weg, want er komt een andere bloem. En dat zijn klaprozen. En die verkleed. Nee. Ik vind die stuk lelijker ook, inderdaad. Dus wat vinden jullie daar eigenlijk van, dat die rozen weggaan? Ik denk dat bijna iedereen het niet leuk vindt. En één iemand in het bijzonder durf ik te wedden die het niet leuk gaat vinden, en dat is één zekere Wildrose. Die zou het vast leuk vinden dat de bloemen weg zijn, of de rozen. Nee, ik denk het ook niet. Maar het zijn wel weer roze bordjes. Ja, maar die vind ik niet mooi. Ja, die zijn best mooi op zich, maar inderdaad, dat geeft niet weg dat het oude, goede roosgevoel. Weet wel. Het roosgevoel, jongens. Hashtag roosgevoel, oké. Oké. En ik zie het. Blommen. Hashtag blommen, roosgevoel. Kom op. Wat? Nou, ik heb wel even voldoende bloemen, volgens mij. Ik heb 14 gele en 10 rode. Oh, dat heb ik eigenlijk nog niet zoveel. Ik heb er 40 en bijna 20. Oh, oh ja, bijna 40, bijna 20. Nou, bedankt. Ik zat hierna te kijken. Mooi, oké. Okay. Nou, oh wacht, ik heb trouwens nog een voor je, Jori. Hier is een half stack steak. Hoe kom je daar aan? Al die koeien die ik toen een keer offscreen had gekild voor de ladder. Oh ja. Had ook nog wat beef, dus heb ik even gekookt. Slek. Oké, okay, maar dus, we gaan nu met de glass bottles. Gaan we eventjes helemaal, wacht even. Wacht. Oké, okay, Jori, kan ik even wat chunk bij jou dumpen? Ja, ben je dit wel? Ja, bedankt voor je blommen, Jori. Ja, dat was wel. Oké. Okay. Nou, waar zijn de jouws? De jouws. Hier hebben we de jouws. De wat is? De jouws. Kijk dan niet, de jouws. Jouws, je weet wel, Pokémon. Oké. Oh, dat beest. Ja.
Eventjes hier wat goede stuffen. Want ik zat heel te denken van, ja oké, dan moeten we al deze mooie minions shards en zo'n nieuwe minionstone maken. Kwam ik erachter daarnet dat er hier nog een mooie minionstone zat. Dit is hier een mug. Oké, craft. Yep. Oké, okay. Flowers. Oh wacht, we hebben veel meer dan dit. Wat is hier? Niks, ik wacht. Gaan we wachten? Ik wacht, want... Oké. Okay. I wanna explore! Yes, me too! Dus I wanna explore! Oké. Okay. Oh ja jongens, ik moet trouwens wel even zeggen. Zijn er nog boeken? Ik zat daarnet... Wat? Er zijn, ja, dat zijn nog boeken. Ja, dat zijn nog boeken. Dat gaan we zo doen, maar wacht even. Oké. Okay. Ik heb dus nu het inkt. Ik heb het inkt! Zo, en dan... Hup. Hup, dat gaat wel even duren. Oh, kom op. Ik moet één voor één gaan doen. Is het geen snellere manier? Nee. Er bestaat geen shift-click ofzo. Ik moet zeg maar één voor één al die glass bottles erin slepen. Zo van, sleep, hup, sleep, hup. Oh, handig. Handig, ja. Het is voorlopig genoeg. Het zijn er 17 dus. Oh. We hebben nog papper. Ja. Papper. Papper, hup. We hebben ook nog een letter. Jou erin. Hier heb je een stone hoe. Een stone hoe? Een hoe. But how do you mean? Ho. Oké. Okay. Niet leuk. Nou, we hebben in ieder geval voldoende panels, shit. Gaan we nog een paar random eetjes maken? Jazeker, of niet? Ja, dat. Of we maken ze zelf, maar. Hoe maak je ook weer van die random. Oh, maak je die ook weer? Van die random eetjes? Oh, een boekje? Zo? Hoe heet dat? Descriptive book. Oké, goed. Dus we maken er nog een hele lading. Oh, tuurlijk, shit, we moesten er één voor één doen. Vergeten. Hup. Hup. Oh. Oké, okay, go Jury, pak ze maar uit. Pak ze alles maar. Hup. Oh. Wat doe je nou? Nee, ik zet steeds een nieuwe panel in en dan komt steeds een nieuw boek. Kan dus je pak gewoon een aantal. Dat zijn die random worlds zitten. Weet je dat zeker? Ja, er staat op descriptive. Hier, age 143 heb ik er één. Dus. Oké, okay, en de rest, dat was er. De rest zet ik even hierin. Maar bij de andere staan geen age bij. Nee, dat komt nog. Dan moet je eerst in kijken. Oh. Plak het maar. Oh, plak het overal maar even, Jury. Heel deze kant of zo. Dus zoveel je kan. Ik heb hier nog een linkpanel. Oh, wat? Oh. Oké, dan dump ik het even bij de rest. Zo. Oké, eventjes mijn goede oude shit dumpen. En we gaan ervoor zorgen dat we dit keer genoeg overworld boeken meenemen. Zal ik ze allemaal meenemen, Jury? Zodat jij wat meer. Oh, wacht. Wat hey. Gebeurt er helemaal? Hier, hier. Jori. Dan als we een beetje verder kan jij die meenemen. Ja, je dumpt alles op mij, hè? Ja, mag dan. Jawel. Zo, bijna kapotte pickaxe en alles. Minion stone niet nodig, dit allemaal weg. En ik heb natuurlijk mijn houten stone hoe. Nou. Ja, Jori, even wat verse tools maken voor ons dan. Want ik heb nog tools. Oké, okay, dan maak ik even alleen verse tools voor mezelf. Er staat hier, ja, ergens nog hout. Oké, okay, een keer wat verse iron tools, hè, want dit gaat echt gaat nergens over. Zo, en nog een schovel. Een schovel. Een schovelle. En er komt zo meteen misschien een nies aan, maar omdat ik dit heb gezegd, waarschijnlijk niet. Dat gebeurt altijd. Weg. Nou, kies maar een eetje uit, Jury. Hoeveel zijn er? We hebben 13 eetjes, jongens. De en zesde van middelste van links. Er zijn er maar 5. Ja, weet ik. De zesde van... nee, welke is het? De middelste. De middelste? 149 was die volgens mij. Oké. Okay. Oh, ik lijk. Ik lijk. Oh nee, hier staat hij nog. Oké, okay. 149. Oh, wauw. Dikke lijk hier. Nee, kom. Oh, wauw. Nog hardere lijk hier. Oh, kut. Oh, wauw. Vallende blokken. Wat? Ik ben de... Oh. Vallende... Oh, dit is een cave.
Een cave world? Maar waarom kan ik het... Lag. Lag. Oh, wauw! Dit is geen cave world. Pas op, Yuri, want dit is een... Waarom omweert het? Ik heb geen notebook mee, of link in. Ja, ik heb er veel mee, dus... Oké, okay, pas op dat je hier niet ergens in plukt. Maar we zijn in de bodem van een Sky Island gespawnd. De bodem dit keer. Wat is de bodem? Wat is daar mis mee? I don't know. Wow. Oh, er zitten allemaal diamonds. Wat, waar? Of niet? Wat is dat daar? Even kijken hoor. Heb ik hier op die... Nee. Ik kan... Nee, ik kan het niet allemaal zien. Quartz. Het zijn quartz en zilver. En diamonds niet, denk ik hoor. Maar... Ja. Oh, dit is eigenlijk best wel een crap world. Hoppas. Oh, wauw. Zie die hele stroom in mijn oren. Ja, dat zag ik dat ook. What the fuck? Oké, jongens, maar dit is... Wacht, als je hier... Je kunt misschien in de toekomst wel eens willen mijnen, want ik zie heel veel redelijk goede ores dichtbij. Oh. Net zijn ook geen diamonds. Kom op, zeg. Nou. En het onweert ook nog een keer. Voor mij zit endless onweer. Oké, maar ik ga terug. Dus... Oké, dit is best een... Misschien nog goed om in te minen, dus ik doe gewoon... Skyworld. Zoiets. Mhm. Ik trek nou voor dat. Je spant trouwens wel gewoon in het midden van de kamer. Met deze boeken. Ja, die zijn faal gemaakt. Dus moeten we nog kopen. Oké, tot de middelste. Deze hebben we science. We hadden science. Ja, hadden. Maar... Oh, wacht, die krengen nou hoor. I got four. Okay. Heb je nog wel hout toevallig? Hoe schreven we dat ook alweer op? Hout. Nee! Ha. Nee, is de science. Ik weet het alweer. Ik kijk of hier nog even hout in zit. 1, 4, 9, enter. Mining. Mining. Ja, dat is goed genoeg. I guess. Mining. Oké, ik heb 3 signs hier, dus. Ja, ik kan er nog 3 bij maken. Ik heb hier nog wel sticks. Ja, ik heb ook nog sticks. Wacht. Kan je even de signs geven dan? Dan doe ik het voor de rest van. Ja, oké. Dus we kunnen nog 6 benoemen en de rest, dan moeten we even eerst even hout verzamelen. Want ik wil sowieso alles benoemen. Oh, hier plaatst het... Oh nee, wacht, laat maar. Hier plaatst het toch goed. Daarboven moesten gewoon nog een paar half slabs. Ja. Eerst even snel doen. Oh, waar zijn die krengen nou weer? Godver. Jezus. Wat zie je? Weer een creeperhoofd. Ik heb het. Wat? Weer één? Oh, die had ik nog op mijn hoofd. Nou. Half slap, zo, oké. Nu is mijn beurt. Ik is jou. Gewoon de meeste van boven. 112. Let's go. Ik wil niet gaan. Bij mij gaat hij, maar hij is snel aan het renderen. Ah, oh, kom op. Oké. Okay. Oh, ja, ik ga ook. Well, what is that? Oh jee, ik wil hier niet... Vallen. Nee, ik wil niet op de zand gaan staan. Wacht. Blijf daar, Yuri. Ik zie jou echt gewoon in één keer vallen of zo. Ja, ik ook. In mijn gedachten. Oké, hebben we blokken mee? Houtblokken? Nee. Hier kunnen we trouwens even dat hout halen waar we het over hadden. Wacht, zat die timmermot in? Yep. Yes. Ah, makkelijk. Oké, we hebben genoeg voor de science. Maar eigenlijk heb ik dit nodig omdat ik naar dat huisje wil. Want ik weet niet of Yuri bij jou het al gerenderd is, maar ik zie een huisje. Inderdaad. En dit is fucking vaag. Het zijn 3 biomes in elkaar ofzo. Een rotrie, oh, ja, verkeerde map. Ja, het zijn 3 biomes. Het is een eiland met 3 biomes. Het is wel mooi op zich. Ja, het regent. Dat wil ik misschien als een paradijs, Yuri. Gewoon zo'n eiland. Oké. Of denk je niet dat dat echt onze ideale wereld wordt, zo'n eiland? Het is gewoon 1 eiland waar wij perfect ons hele imperium op kunnen bouwen. Dat is goed mogelijk. Met dan wel hekken om de rest, want... Yuri, bescherm even mijn rug voordat er een zombie in zit. Ik weet niet eens waar je bent. Achter je. Ik zit serieus 10 blokken verder. Nee. Oh, daar. Ja. Bescherm even mijn rug, want ik ga hier over. Ik hoor al spiders. Ja, achter je. Dan kan oh, fuck. En jij viel hieronder. Oké. Nu ken ik niet echt heen. Jump. Okay, ze komen achter je aan. Oh, fuck. What the fuck? Kut, alles zat hier ineens inderdaad. Dat is een lot... A shitload of cobblestone.
Ja, inderdaad, hè. Die hele buis hier. Zal ik ook wel naar te kijken van, what the fuck? Oké, nou, ga hier maar op staan. Oh. Zand, Jury, jongen. Oh. Had je me zo hard mee kunnen naaien eigenlijk, hè. Als je dat echt gewoon onder mijn held neergezet, was ik weg. Oké. Ik vertrouw dit zo niet. Als die boven komen, opeens zitten de creepers ofzo. Ah, niet zo negatief doen. We kunnen het... We overleven het wel. Waarom geloof ik je niet? Ik geloof je niet. Ik weet niet waarom, maar ik geloof je niet. Oké. Ja, hoe kneusig bouw jij? Gewoon een bot. Dan zijn we sneller boven. Zo. Ja, ik hoor wel zombies. Ja, skeletons en alles. Ik wist het. Pas op, Yuri. Ga weg. Salaat alles. Ik sloeg je. Salaat alles, ja. Zombie. Oh, zombie. Hé, hey, wortel. Zombie salade. Oké, wat zit hier allemaal in voor... Single Bible. Er zit een carrot in. En half lijm weer. Ik heb er carrot. Nog. Ja, maar... Yuri, wat staat er... Wat was die andere nou? Die andere... Hier. Oh, hier zitten er nog. Een stone. We hebben een stone, jongens. Huge biomes, cloud color, limbo biome, wie wil dat nou? En skylands, awesome. Oké. Okay. Boeken meenemen, we hebben daar geen reek meer aan. Oké, okay. Gewoon springen, Jori, ik geef je wel een schouderklopje. Nou, overleef je wel. Ja, toch. Succes. Nou, we zijn hier weer gelukkig. Waarom lopen we eigenlijk terug? We kunnen gewoon een boek pakken en... Nee. Als ik hier een boek zou pakken dan... Dan zou je waarschijnlijk van die brug of donder en dan ben je weg. Oké, hier ze. Jezus, wat heb jij voor slechte gedachtes? Ik kom trouwens nu als de achtergrond is als een enemy. Nee, Yuri, ga weg daar! Nee! Nee! Nee, Yuri! Nee, waarom rage quit je altijd dan? Nee, Vee, kom op nou! Wat had je B? Ik zei nog, gaan we niet nu gewoon weg? Nee, we lopen gewoon door. Goed zo, Yuri. Slim. Oh, wow. Wacht, jij had... Oh nee, wacht, ik heb het grootste deel van de beetjes gelukkig. Ja, maar ik heb wel een hele armor mee. Ja, je armor, Seth. Nou. Ja, oh wacht. Ik kan... Wacht, Yuri, blijf. Blijf, oké? Okay? Je gaat toch geen platform onder me maken? Ja! Nee, ik ga luister, ik ga een waterstroompje in dat laat doen en dan moet je erin gaan, oké? Okay? Hè, maar... Kijk of dat werkt. Dat is fucking onmogelijk. Nee, het is toch mogelijk? Serieus, het gaat lukken. Dan moet je echt overal water doen, hè? Huh? Ja, ik weet het, ik ga ook overal water doen. Maar ik moet... Oké, okay. Reddingsmissie. Kom maar aan, Yuri. Ik kom. Oh, wacht. Ik loop te ver. Oké, welke was het? Nou, jullie zien mijn beeldscherm van Minecraft. Mooi, man. Oké, maar ik ben weer terug in de wereld. Of in de age, sorry. Oké, hier was het ergens waar die creeper exploderen. Water! Oh, fuck. Ik moet even zo'n endless pool maken. Ik ben, zeg maar, eraf geschoten door die archer. Skeleton. Ja, skeleton archer. Same shit, joh. Oké, wacht. Ik heb... Oh, ik moet eventjes een endless pool hier maken, even super snel. Hup. Nee, ga weg! Je gaat er toch ook niet afvallen, hè? Het was een zombie, het was een skeleton, of een creeper. Waarom zitten er zoveel creepers en alles? Ik ga dat hele eiland onder de shit zetten, onder het water. Wacht. Kom op, naar boven. Ik hoor steeds van alles lopen, what the fuck. Oh, zombies en alles. Oké, bijna. En dan kan denk ik Yuri komen. Hoe grote stroom heb je gedaan? Ik ga een flinke stroom doen. Ik ben nog niet klaar hoor, maar... Oh, waar zat hier dat andere stuk? Endless. Heb ik het nou... Wacht even, Yuri, die kutcreepers heeft dat stuk endless dingen opgeblazen hier. Of waar zit overal in elk gat een creeper? Wauw, het stikt van de monsters op dit eiland, dat is wel iets. Omdat dit eiland zo klein is en dit is de enige plek waar monsters kunnen spawnen, stikt het ervan. Oh ja, dat is kut. Oké, maar ik heb weer een endless pool. Er zit dit kan alleen maar een skeleton. Kill ik nu even. Die. Jezus.
Oh. Mute jezelf, goed zo. Oké, nou, hier was het ongeveer. Wat nou weer? Nee, Yuri is bezig. Zeg maar doe je tegen je zus, want... Oké, waar is hij dat? Endless pool. Oké, dit zijn de laatste twee dingen. Dan hoop ik dat het gaat lukken. Oké, waar pleurde Yuri nou? En die creeper heeft ook zo'n gat gemaakt waar ik... Oh, dat water. Ik stond op die leaves. En... Oh, wacht, ja, hij stond op die leaves en toen pleurde je hier. En dat... Ik weet ongeveer waar je pleurde, oké. Ja, en dan de laatste nog eventjes hier. Oké, Yuri. Wacht, ik wacht even tot het water er is, want dan ga ik even naar beneden. Oh fuck, ik ben bijna dood, zie ik nu. Ga zelf niet dood. Nee. Oké, je kan terugkomen. En probeer... spatie ingedrukt te houden. Spatie indrukken. Als je draai online bent, spatie ingedrukt. En hopen dat ik je heb. Oh nee. Nee, kut. Oh, je viel net te ver. Je zat er volgens mij wel. Nee. Oh, kut man. Jammer. Het was leuk geprobeerd. Nou ja. Oh, maar wat ben je allemaal kwijt? Gewoon je panzer, normaal, alles? Nou, dan maken we dat gewoon een keer opnieuw, joh. Dat was toch niet al te moeilijk, volgens mij. Serieus. Er zit een squid in dat water dat ik net heb geplaatst. Een fucking squid. Oh, fuck. Oké, maar Yuri... Oh, wacht, tuurlijk. Ben je nu heel ver weg of zit je gewoon in het huis? Nu niet. Ik er ook nog achteraan vallen. Ik wil hier weg. Wacht, er zat nog ergens een boek. Oh, wat? Yuri! Wow, bliksem sloeg hier en vlak boven je hoofd, man. Maar, hoezo ben je er? Ja, je spant hier terug. Ja, oh, jezus. Maar kijk wat je op je hoofd hebt. Je hebt nog steeds je gear van de space op je. Je space gear. Dat is ook het enige. Nee, helemaal niet. Ik zie dat niet. Oh, wat? Maar ja, wel. Voor mij heb je alles nog op. Maar oké, goed. Waar heb ik dus dat boek gedouwd? Maar ik weet het niet meer. Wegwezen. Oké, maar Yuri, ik ga in ieder geval terug. En ik hoor dat je nog wel veel bezoek krijgt. Meneertje populair. Maar ik ga weer terug naar de overworld, dus er ligt een boek als goed is. Inderdaad. Okay. Oh shit, dat heb ik vet veel kwijt. Oh, wat ben je allemaal kwijt dan? Je had de armor suit. Ja, oké, okay, maar... Oké. Okay. Lane. Wacht, het was 1-1-2. Hey, het was 1-1-2, hulp gevraagd. Ja, Yuri had het nodig. Laten we morgen verder filmen, ze zitten me de hele tijd te roepen. Waarvoor? Ja. Wauw. Oké, vooruit. Dan hebben we tenminste 1 episode, jongens. Maar morgen gaan we inderdaad een stuk verder filmen. En dan ook weer Terraria meer, dus... Oh. En ik gooi mijn headset van mijn kop af, wat is dat nou weer? Dan roepen ze me en dan reageren ze niet meer. Wow. Oké, uitopteken. Danger. Gewoon veel, wat veel monsters zitten ofzo. Klein eiland, oké. Dus stoppen dan, Yuri? Ja, is goed. Oké, jongens, dus dit was dan eventjes een lekker lange episode dan waarschijnlijk. Of 20 minuten, ik weet niet precies hoe lang het wordt. Maar we gaan dus binnenkort weer verder. Dus dit is dus niet weer het einde voor 3 weken, geloof ik maar. Yuri gaat wel zondag op vakantie, dus we hebben nog 2 dagen om dat te filmen. Dat is al genoeg, denk ik. Zo? Ja, hoor. Dus oké. Dus bedankt voor het kijken, jongens. Dit was Tackets. En jullie hebben mijn gezicht helemaal niet eens kunnen zien. Ah, kijk. Daar hebben we weer. Oké, jongens, dus dit was Tackets. Jij met een suit. Ik ben zo, Yuri heeft niks meer. Ja, Yuri geeft de helm toe. Heb je dus iets? Daar ligt het. Ach, zo. Dan hoef ik je kop niet te zien, dan ga ik afsluiten. Maar, nee. Ah, kut. Nee, maar. Oké, ga nu helemaal in mijn face zitten. Oké, Yuri, sluit jij een keer af dit keer? Tot de volgende keer! Sorry.